mijn inspiratie voor deze week. Ik heb geen inspiratie. Dus ik dacht van, wij gaan gewoon even kletsen in de auto. Ik heb verschillende filmpjes in de auto, want ik zet ze heel vaak in mezelf. Ik dacht van, nou ja, neem ik dat op. Ik kan kijken waar alles, waar mijn gedachten allemaal gaan. Misschien vinden jullie dat ook wel leuk. Hoe ik dat doe. En er komt eigenlijk altijd wel een of ander ding uit. Ik ben er net achter gekomen. Ik wist het wel. Maar soms moet je je helpen herinneren. En dat doet je lichaam heel goed. Want afgelopen week voelde ik me niet zo erg lekker. Ik had van die paar pijntjes in mijn rug. Darmen waren niet goed. En licht in mijn hoofd. En, nou ja, weet je. Gewoon niet lekker. Niet lekker, weinig energie. En toen dacht ik bij mezelf, misschien moet ik wat meer water drinken. Gisteren dus geprobeerd. Gisteren water gedronken. Heel veel water gedronken. En nou ja, dat heeft geresulteerd dat ik gisteren een geweldige dag had. Dat ik me helemaal goed voelde. Dat ik bijna geen last had van mijn rug. Dus daar had het wel mee te maken dat ik te weinig water drink. En dan drink ik, nou heb ik 's ochtends, nu heb ik dat in mijn auto, een soort van limonade-achtig iets gemaakt. Dat is water met in uitgeperste citroen erdoor en een beetje zout. En dan niet de zout, niet gewoon de keukenzout. Maar Himalaya zout of grijs zout. Je hebt heel veel verschillende soorten als er maar mineralen in zit. Dus zeezout is in principe ook goed. Daar heb ik wel een theelepel van ingedaan. Ja, echt best wel veel. Maar ja, het smaakt niet verkeerd. Dat kan ik niet zeggen dat ik het helemaal geweldig vind. Dat ik het echt lekker vind. Maar ik merk wel dat mijn lichaam daar dat nodig heeft. Dus. Vandaar. Doordat je geen koolhydraten eet, hou je ook niet zoveel vocht vast en komen doordat dit allemaal afgevoerd wordt, komen al die mineralen, krijg je een tekort aan. Dan kun je opvangen door groentes te eten, heel veel groentes te eten, daar zit, of heel veel broccoli en spinazie en dat soort dingen allemaal, daar zit best wel veel kalium in en magnesium. Maar ik heb zelf voor de zekerheid nog magnesiumolie erbij. Elke ochtend smeer ik mijn hele lichaam zo'n beetje in met magnesiumolie. In ieder geval daar geen tekort aan heb. En ja, verder slik ik kelptabletten voor de jodium. En multivitamine. En ik wil daar niet echt een tekort aan hebben. Al denk ik als je varieert eet en goed weet wat je doet, dat je niet gauw een tekort aan vitamines kunt krijgen. Ook al eet je geen fruit. Je eet wel heel veel groentes. En dat is gewoon zo belangrijk. Dat heb ik gemerkt. Dus maar ik moet mezelf altijd dwingen om genoeg water te drinken. En dan heb ik die Ranja gekocht. En die Ranja die is heel erg lekker. En daardoor drink je wel wat meer water. Maar er zitten wel zoetstoffen in die Ranja. En
daar moet ik wel mee uitkijken. Ik heb ook gemerkt dat ik daar niet... Ik reageer daar wel op. Ik moet niet te veel gaan drinken. 3 glaasje per dag is meer dan genoeg. En nou heb ik 2 dagen. Geen, niet van die Ranja gedronken. Ik heb gisteren dat ook niet gedaan. Ik denk, nou misschien ligt het daar ook wel een beetje aan. Maar ik had die klachten al voordat ik die Ranja wist. Dus ja, heel belangrijk water drinken. Zorgen dat je mineralen op orde hebt en dat je je vitamines binnenkrijgt en dat je een beetje koolhydraatarm te houden. Dus ik neem dan
je koolhydraten krijgt en je vet verbrandt, dan is je lichaam ook nog geen hoofdrol meer. Nee, want dan denk je eigenlijk niet aan eten. Ik eet dan om 12 uur, omdat mijn collega's dan allemaal eten. En de rest ook allemaal eten, maar eigenlijk kan ik dan nog wel even door. Spek. Ik heb lekker spek gekregen van mijn vader. Oh, heerlijk vet spek. Uit Hongarije. Ik heb geen idee hoeveel vet erin zit. Ik heb ook geen idee hoeveel koolhydraten erin. Waarschijnlijk niet, eigenlijk. Maar het is zo lekker. Ik maak dan s'avonds wel eens blokjes van. En dat pak ik dan goed uit. En dan eet ik dat op. En dat doe ik vaak als ik sinappen chips of zo. Of als ik een beetje zoetig, zoutig nodig heb. Had ik de laatste tijd heel veel, omdat ik eigenlijk niet dronk en mijn zouten niet goed waren. Dus ik heb, maar dat spek, dat is zo lekker. En dan 's avonds en dan ben je ook meteen vol, hoor. Dat is maar een heel klein beetje en dan is het goed. Dus dat is echt lekker. Maar ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Ik heb het van mijn vader gekregen uit Hongarije en dat hebben ze daar gewoon zelf gerookt. Het is gerookte vetse spek. Dus. Ja. Dus ja, echt op mijn fitnesspel en zo, waar ik dingen wel bij hou. Zo steeksproefgewijs, maar
niet altijd. Niet elke dag. En, tja, als ik weet van dit is wel goed, dan doe ik het er vaak niet in. En straks moet ik dat dus wel gaan doen. Als ik de koolhydraten probeer op te krikken. Weer beginnen. En toen heb ik me een beetje ingelezen op YouTube en op InfoWord eigenlijk. En op internet. En toen kwam ik uit op het ketogene dieet. En ik voelde er wel wat voor. Ik had zoiets van, er zijn wel heel veel voordelen aan mijn situatie. En toen was er een of andere challenge. Was wel in Engels. En of ik een maand geen suikers te eten. Ik
ik had al low carb en was al suikervrij. Dus dat ging mij op zich wel goed af. Maar ik heb die challenge dus iets uitgebreider gemaakt. Dus van, nou ja, als ik een maand nou eens ketogeen ga eten. Kijk hoe ik me nou voel. Ja, ik voelde me in het begin natuurlijk niet zo heel goed. Want het begin is best zwaar. Maar ik voelde me steeds beter. En ik voelde dat die energie terugkwam. En dat ik me lekkerder in mijn vel ging voelen. En nou ja, dus... En toen heb ik besloten om het verder te doen. En inmiddels doe ik het al 7 maanden. Ben ik op mijn streefgewicht. Ik blijf wel koolhydraatarm eten. Of koolhydraatbeperkt eten. En ik ga ook opletten op mijn vetten. Dat ik genoeg vetten binnenkrijg. Dat is heel belangrijk in mijn situatie. Ik heb PCOS. Maar daar ga ik een heel ander filmpje aan wijden. Maar in mijn situatie is dat dus heel belangrijk dat je de goede vetten binnenkrijgt. De vetten die ik eet, dat zijn olijfolie, kokosolie en roomboter. Ik doe dan niet zoveel zuivel. En roomboter is wel zuivel, maar bij roomboter gaat het wel goed. En daarnaast heb ik nog walnotenolie thuis, avocadoolie, maar die heb ik eigenlijk nog, walnotenolie wel, maar avocado heb ik eigenlijk nog nooit eerder gebruikt. Misschien dat ik daar een keertje mayonaise van ga maken. Ja. Kijk, nou heb ik alweer een paar inspiratiefilmpjes. Zo doen we dat. Kijk, daarom vind ik het fijn als ik af en toe in de auto de camera mee laat draaien. Kom ik op inspiratie uit en ik ben nou op mijn werk. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer.